een gepiep op de achtergrond, maar negeer dat maar. Het is vandaag 6 december, welkom bij een nieuwe vlog. En ik ga nu meteen naar school, want ik ben al bijna te laat. Dit moet ik er ook nog snel even afhalen, want dat is niet normaal koud. Als ik dit heb gedaan, ga ik naar school en dan zien jullie me zo meteen weer. Je ziet me waarschijnlijk niet zo heel goed, maar ik heb net 1 uurtje les gehad, of 2 volgens mij. En ik ga nu even in mijn eentje wat eten. Ik denk een soep ga ik nemen, want ik heb het echt niet normaal koud, echt al de hele dag. Dus ja. Zoals jullie konden zien was ik dus net bij de Mac geweest en ik ben dus niet meer naar de plek waar ik zouten kocht eten geweest omdat die nog dicht was. En als ik wilde gaan moest ik nog een half uurtje wachten, dus nee. Ik kreeg wel een gratis kleine friet bij de Mac, dus dat is wel heel leuk, lekker, weet ik veel wat ik van moet vinden. En ik heb nog een aparte grote friet gekocht. Maar nu ben ik weer onderweg naar school en dan heb ik nog maar 1 uurtje les en dan ben ik alweer uit en daarna heb ik nog een afspraak. Ik ben nu bij mijn afspraak en ik zit in de lift. Ik ben zo meteen alweer klaar. Ik moet wel een half uurtje wachten, maar dat maakt niet zoveel uit. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik ben weer in mijn schone kamer. Ja, ik ben alweer een tijdje thuis en ik ben echt niet normaal erg geïrriteerd op mensen om me heen. Kijk, ik ging dus naar mijn afspraak en een scooter, mijn scooter tenminste, die moet gewoon op het fietspad rijden. En daarnaast is een voetpad. Nou, er was dus een hele groep mensen. Die stonden gewoon op het fietspad gewoon te praten met elkaar, bla bla. En ik kwam aanrijden. En niemand ging aan de kant. Niemand, letterlijk niemand. Dus ik reed gewoon door. Ik had gewoon letterlijk scheid aan iedereen. Ik heb niet getoeterd. Ik heb het maar gewoon zo gelaten. Ik reed gewoon op ze af. En op het laatste moment gingen ze pas aan de kant. Dan ben ik toch niet... Oh my god. Maar het goede nieuws is dat ik morgen vrij ben. En toevallig is Patricia morgen jarig. Dus ja. Wat we willen gaan doen is, we willen wat gaan eten bij Fabiana. Ik heb trouwens nog geen cadeautje voor hem gekocht. Omdat ik pas de 15e, rond de 15e, word ik pas uitbetaald. Dus dan pas ga ik een cadeau kopen. Want tot nu toe heb ik niet echt heel veel geld. Maar goed, wat ik nu dus ga doen is voor de laatste keer mijn video... zeg maar checken of het wel goed is helemaal. En dan ga ik hem renderen en dan ga ik mijn nieuwe noedels die ik nog nooit heb geproefd ga ik eten. Want wow, het is ook trouwens heel erg vroeg. Het is 2:10. Ik ga noedels eten plus biefstuk plus YouTube filmpjes kijken. Het is al bijna 4 uur. En het enige wat ik in die tijd heb gedaan dat ik niet heb gevlogd. Is YouTube filmpjes kijken. En ik zoek nu gewoon filmpjes op om te kijken. Want al mijn video's en mijn abonnementen heb ik al allemaal bekeken. Dus ja. Girls Mode for You heeft net gevraagd wanneer de video online komt. Van Lip Kids. Ik ga hem zo meteen editen denk ik. En dan ga ik hem misschien morgen online. Of overmorgen online. Dus er komt er een vlog plus die Kylie Lip Kids video online. Ik ben ook echt hartstikke moe. Ik heb gewoon zin om te gaan slapen. Maar ja, het eten is ook bijna klaar. Over 1,5 uurtje of zo ga ik eten. En wat we eten is erwtensoep. Dus ik heb wel echt zin in soep. Ik hou van soep, als jullie het nog niet weten. Ik hou van kippensoep, erwtensoep, zoutensoep. Waar ik echt niet van hou, is tomatensoep. Ik haat... Serieus, tomaten. Ik haat ze gewoon.
Met die gehaktballetjes. Dat vind ik echt niet lekker gewoon. Dus tomatensoep is echt helemaal niks voor mij. Ik heb besloten om toch maar te gaan slapen. Want ik heb echt hoofdpijn. En ik ben echt moe en zo van school. Ook had ik maar 4 uurtjes les. Of 3 uurtjes. Ja. Ik ga slapen. Dus dan spreek ik jullie. Zo meteen gewoon. En dat heeft een binnenhandschoen. Vroeger droeg je ze altijd. Je weet die foto dat je met die helm zit, toch? Ja. En die handschoen. Het is nu bijna 7 uur en ik heb echt geen zin meer om te editen. Ik heb echt veel hoofdpijn. Maar vroeger kon ik best wel veel dingen qua lenigheid. En ik probeer dat nu een beetje uit en het ziet er gewoon echt niet uit, jongens. Ik kan gewoon niks meer. Kijk, ik ga jullie iets laten zien. The girl is geslaagd. Mijn broer heeft net een cheeseburger gebracht, dus ik ben weer aan het eten. Het is nu 9:15 en ik ben nu gewoon al moe. Dus ik ga slapen. Ik weet dat de vlog van vandaag erg saai was. Dat komt omdat ik gewoon door de week kan ik niet heel veel doen. Omdat ik gewoon school heb. Ik kan jullie wel vertellen dat morgen wel een leuke dag wordt. Want Patricio is morgen jarig. We gaan naar Fabiano, gaan we wat eten. En misschien nog even wat doen in de stad of zo. Maar ja, we hebben niet echt heel veel gepland voor zijn verjaardag. We houden het soort van rustig, zeg maar. Omdat we alle twee niet echt heel veel geld hebben op dit moment. Ik ben echt al de hele dag moe, omdat ik gewoon weinig slaap, zeg maar. Ik word in de nachten word ik wakker en zo. En ja, ik voel me niet echt goed of zo. Maar goed, ik wil jullie toch bedanken voor het kijken van deze vlog. Doe natuurlijk dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Het is allemaal ge. Wow, dit lijkt op die ding. Op die fuck you of zo. Ik weet niet welke taal. Maar in ieder geval, vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Het is allemaal gratis. Dus de rode knop hier beneden. En laten we proberen om de 30.000 abonnees te halen voor 2017. Dat is mijn goal, namelijk. Ik hoop dat het te halen is. Ik hoop dat het te halen is. En ondanks dat ik best wel saaie dingen deed vandaag, hoop ik dat jullie de vlog toch leuk vonden. En dan spreek ik jullie morgen weer met een gloednieuwe vlog. En trouwens, ik ben morgen vrij. Dus het wordt denk ik wel een leuke vlog. Maar goed, dit was dan weer echt voor de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden nogmaals. En dan zie ik jullie hopelijk weer in de volgende vlog. Bye.